Hallo dames en heren. En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Lekker man Bas. Ben je wakker? Ja. Oké, echt keihard. Gisteravond kwam Bas Steentje nog even langs. En die heeft hier gewoon even lekker gepit. Hier zo in de logeerkamer. En nu is het zo dat ik voor een hele moeilijke keuze sta, dames en heren. Het is ongelooflijk. 2022 biedt al meteen hele moeilijke keuzes. Ik vind het lastig. Neem ik een shirtje van de YouTuber Enzo Knol van www.knolpower.nl? Neem ik deze, maatje L, mooi ingepakt en al. Of neem ik het shirtje van Enzo Knol van www.knolpower.nl van deze? Ik zeg je eerlijk, ik ga er wel even goed over nadenken, man. Dat zijn ja. Wel keuzes. Dat zijn niet zomaar keuzes, snap je? Ik vind dit wel heel erg lastig, hoor. Want ze zijn allebei vers van de pers, helemaal nieuw. Ik weet niet. Ik laat jullie kiezen, jij en mij. Welke kies jij? Niet zeggen welke, en dan laat ik mij straks komen. Heb je ook die van Enzo Knol 2, of niet? Nee. Heb je ook Enzo Knol shorts? dat is de code voor. Ja, dat is de code voor. Niet zeggen, mij weet wat het is. Kom. Ja. Niet weer dat, man. Je weet hoe het werkt, hè? Ja, daarom. Die ene toch? Wijs maar aan met je drumstick. Ik zou voor deze gaan. Oké, is goed. Myron, ik heb je hulp nodig. Goedemorgen, schatje. Goedemorgen, maatje. Zijn dit toevallig sokken van knolpower.nl? Altijd. Ik heb je hulp nodig. Maar als eerste, we beginnen de dag niet zonder kusje. Fijn, hè? Je hebt net ook al gekregen. Ja, maar nog niet op camera. Maar kom even erbij. Welke kies jij? Oh, wacht even, schat. Opnieuw binnenkomen, want Bas die speelt een intro als jij binnenkomt. Want jij bent intro waardig. Oké, ja? Ja. Hij doet Frans Bouwen. Oh. Ze lijken op elkaar. Oh, ze lijken echt op elkaar. Zie maar hoe geniaal Frans Bouwen. Ja. Oh, nee, heb je even al, hè? Ja, maar lijkt, die intro lijkt op elkaar. Ja, ik dacht echt dat die intro van die ik film weer was. Ik Frans Bouwen. En dan hier begint hij van... Maar Frans Bouwen is dit. Yo, als ik die shizzle in mijn nek niet had, dan had ik nu dikke gekke backflip, koprol, alles gedaan. Ja, ik ook toch. Dat is onder buurvrouw was geworden. Doe je dit altijd? Soms. Dat is mijn deo, hè? Ja, maakt toch niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Welke? Deze. Weet je zeker? Ja. 100% ja. Zeker? Misschien moet je even aanwijzen met een stok. Wow, kan jij dat drummen eigenlijk? Beam! Ja, kan ik wel. Kijk maar. Zo, dat ding is zwaar. Ja, maar nu heb je niet die sound, omdat er geen lucht, ruimte tussen zit, zeg maar. Ja, dan moet, de onderkant moet leeg zijn. Kan ook zo, ja. Ja? Nee, zo. Je moet er druk op zetten. Oeh! Druk. Ja. Dat klinkt wel goed. Ja, maar je kan het jezelf makkelijker maken als je gewoon die druk erop zet, zeg maar. Oh, hey. Oh. Lekker hoor, schat. Ik voel hem wel. Oké, nou, dan wist jij dat Bas er ook altijd op had gestemd? Hij had ook op die gestemd. Ja, ik vind deze gewoon subtieler. Hoi, joh. Mario vindt mij subtiel vandaag. Ik vind de lijnen iets subtieler in deze, zeg maar. De lijnen zijn wel subtieler. Het is speelser, ik moet zeggen, ik had gisteren deze ook al aan. Maar goed. Oké, gaan we voor deze? Als er nog mensen zijn die nu kijken en denken van... dat shirt en zo, keihard. Check dan even knolpower.nl. En ik heb even een selectie gemaakt van een aantal artikelen van Knolpower... die ik voor 22% korting erop ga zetten. Dus check even knolpower.nl, want we moeten het jaar natuurlijk goed beginnen. Dus vandaar in 2022% korting. En dan 2000 even weg natuurlijk. Maar 22% korting op een aantal artikelen van knolpower.nl. Die selectie heb ik gemaakt. Ga even erheen, check het. En als je wat leuk ziet, dan maak gebruik van de korting. Bas, ik heb een instrument voor jou, maar ik ben benieuwd of je het kan bespelen. Dat betwijfel ik. Ja? Ja. Ja, heb je zoiets van ik kan het sowieso spelen of je weet niet zeker? Ik weet niet zeker. Maar je bent wel muzikaal. Ja, maar ja, dat is, hoeft niet alles te zeggen natuurlijk. Oké, okay, nee, dat is waar. Als je muzikaal bent, dan moet je alsnog weten hoe je op een saxofoon moet blazen. Ja. Ja, dat is waar. Ik ben zo benieuwd of jij weet wat hierin zit. Ja, het is van Heune, zie ik al. Het is een collab met Heune. Ja. Dat is ook een mondharmonica merk. Oh, serieus? Ja. Oh, toevallig. Nou, maak maar open. Heb je hem überhaupt zelf wel eens opengemaakt of niet? Eén keer om even snel te kijken, voor de rest niet. Oh, zo. Ik wachtte totdat er ooit een muzikale gast langskwam.
Oh god. Zelfs die doos is al geld waard, Supreme. Ah, denk het. Oké dan. Dit is zo'n hutsie. Juist. Ja, maar je kent alleen vader Jacob. Kijk, er zit ook een slangetje bij. Dit is zo'n, dit ken ik wel. Dit is geniaal, toch? Ja, maar ik kan geen keyboard spelen. Maar kan je vader Jacob, joh? Ja, nou, dat zou ik ook knap vinden. Mijn oma gaat me haten. Ik heb met mijn oma dit altijd gespeeld. Ik wist helemaal niet dat... En de tonen doen het als je blaast. Hij meet geen promillage, toch? Nee. Het is 11:00 in de ochtend. Zo meteen mag ik even blazen. Ja, dat moeten we doen, mijn mensen. Besef gewoon, de enige reden waarom die toetsen het doen is omdat hij blaast. Ja, oké. Nu doet hij niks. Nee. Hoe mooi is dat? Dit is zo'n mooi ding, jongen. Oh. Ik heb helemaal geen adem meer daar. Dat is vervelend, hè? Daar heb ik moeite mee gehad. Ja. Ja, dat is altijd lastig. Hey, weet je wat we doen? Nou? Ik ga gewoon in de tijd dat ik hier nog ben, ga ik gewoon iets oefenen gewoon op dit ding. Want dat is voor mezelf ook een goede uitdaging. Want ik kan eigenlijk geen keyboard dingen spelen, is zeg goed. Maar. Dus vanavond ben je klaar. Dan moet je vastbouwen. Ik ga oefenen. Ja, dan spreken we dat af. Want dat is wel leuk. Ja, weet je wat het is? Bas en ik die spreken elkaar echt zowat dagelijks. En we zitten altijd een beetje van die gewoon geouwehoer naar elkaar te sturen. En we hebben allebei wel een beetje de kermisfactor. En we hebben gewoon dezelfde humor, daar komt het op neer. En dus we hebben het in korte tijd hebben we goed met elkaar kunnen vinden. Ja. En we spelen ook wel eens FIFA samen. We hebben ook FIFA-video's opgenomen voor Enzo Knol 2, voor mijn gamekanaal. En ook voor het kanaal van Bas Stentje. Dus ik zei tegen Bas van, joh, als je het leuk lijkt, dan kom gewoon een paar dagen langs. Ga gewoon een beetje mooie ouwe hoeren en dan zien we wel wat er van komt. Dus daar blijft hij een paar dagen pitten, dus dat wordt wel gezellig. Ja. Voor mij ook uitdaging, hè? Voor jou ook uitdaging. Ja. Maar als jij één ding goed kan spelen met de Unox reclame, dan is dat deze. Ja, maar dat is toch een andere. Je hebt verschillende mondharmonica's. Misschien raak ik wat kijkers kwijt nu, maar ja. Je hebt een diatonische en je hebt een chromatische. En wat is dit? Dit is een chromatische en okay. De diatonische is zo'n kleine, weet je wel. En dan kleine heb ik. Ja, want dan kan je meerdere vlakken tegelijk spelen en dan maak je een sound. Maar oké, wacht en even. Deze is heel specifiek. Deze is heel specifiek met noten of zo. Ja. Oké, wel. Die kan ik ook piano mee spelen op zo'n kleine, weet je wel. Piano man op een kleine? Oh, die lag hier. Ah, kijk. Oké, dit is de mijne. Op die kan je ook skik of fietsen. Oké, wat dan? Ja, tu. Nee, van tu, 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 tu. Ja, nou ja. Zoiets. Je probeert het wel in ieder geval. Maar wat kan je er met dit? Ja, ik kon hier dus ook baantje op. Maar ik kan ook die La Caoti. La Casa de Papel. Ja, Papel. Kijk, komt hier. Maar ik heb mijn tijd niet gespeeld. Maar ik ga me niet indekken. We gaan gewoon kijken hoe ver we komen. Het klinkt wel heel zuiver, vind ik. Dat is wel echt sick. Maar het is ook nu in en uit, dan maak je ook een andere sound. Zeg ja, maar. Want jij doet het. Want ik zie jouw wangen ook naar binnen gaan. Ja. Dus je kan het en binnen en. Ja. Oh, maar deze ook? Ja, dat is een beetje de woorden heb ik nooit geweten. Dus ik wist altijd gewoon. Ja, want ik kan niet goed noten lezen. Maar als je dus zeg maar bijvoorbeeld een lied opzoekt. Dan zoek je maar de tabs, heet dat. Dan zoek je op. Ja. Dan zie je ook gewoon letterlijk 1. En dan zie je zo'n pijltje terug. En dat is dus inhaleren. En dan 2 uit. Oh, wat? Echt? Ja. Oh, wow, dat heb ik nooit geweten. Hier zit dan ook verschil in. Kijk, je hebt zeg maar. Wat? Ja, maar dat heb ik niet met deze. Nee, maar dat is dus het verschil, zeg maar. Ah, ik heb nooit geweten dat je dat ook kon doen. Ja, dat is made in China voor de verandering. Oké. Okay. Deze heb ik ooit opgestuurd gekregen. Dit is een echte M Suzuki. Stel voor, je zou gewoon bij iemand dit zo in zijn mond doen en hem dan vast tapen en dan laten slapen. dan weet je hoe lang je dat mentaal vervolg kan worden. Maar dan kan je dus niet slapen. Wow, dat is een goede marteling. Oh, je doet het thuis niet na. No.
Oh, ik heb zojuist een hele goede marteling bedacht. Als je iemand niet mag, dan tape je hem zo vast. Weet je welke rol ik op deze wilde oefenen? Dat was van de Godfather. Godfather. Oh ja, nu weet ik welke je bedoelt. Oh ja. Oh ja, nu weet ik meteen. Ja, nu weet ik welke je bedoelt. Oké, maar ik ga Frans Bauer oefenen, ja? Maar die is wel echt leuk, hè, dat ding. Ja, maar weet je wat ik gewoon zo leuk vind aan dit soort dingen? Zeg maar gewoon, het is iets wat bijna niemand zeg maar doet, toch? Dus als je dit al gewoon, maar dan kan ik mezelf helemaal weer verliezen, want dan wil ik hem meteen goed doen. Oké, laten we iets afspreken. Want welk liedje wilde je gaan oefenen? Ja, dan moet ik even kijken wat kan op dit, zeg maar. Want ik kan geen noten lezen. Oké, als jij, voordat je naar huis gaat, als jij twee verschillende liedjes... Wat is dit? Ja, dat is gewoon, maak ik nu live de plek. Maar laten we afspreken dat als jij kapperszomer, als jij twee keer... Ja, dit bedoel ik, hè. Ik zou dit ook willen als ik in zijn positie stond. En dat is dus het vervelende. Hij doet wat ik normaal gesproken doe. Ja, ik bedoel dat voor de kijkers ook niet leuk. Als ik vertel maar. Nee, zonder gekheid. Als jij twee nummers weet te spelen... Ik doe het, hè? Dan gewoon vlekkeloos, dan mag je hem mee naar huis nemen. Nee. Ja, serieus. Maar dan moet je wel twee nummers gewoon goed spelen. Ja, maar niet nummers als in 3 minuten lang. Nee, gewoon een refreintje. Juist, gewoon even een stukje. Net zoals vader Jacob, leeft hij nog, leeft hij nog. Hé, dit is wel echt lui. Alle klokken luiden. Ja, dat is wel sick, toch? Ja. Nee, dat moet bij deze, je moet bij die twee. En dan moet je die eerste vakken, dat weet ik nog. Shout out naar mijn oma ook. Op eentje na. Ah, oh, die was zo zonde. Maar dat kwam op een goeie poging wel. Goeie poging. Oké, we gaan er vandoor, dames en heren. Dit wordt leuk. We gaan even op pad. Heb je al geoefend? Ik wacht zo'n concert. Maar weet je hoe die moet eigenlijk officieel? Ja, we beginnen. Nee, vier zomers lang heb ik gewacht, ik was de man. Daar gaat ie. Waarom heb ik niets gezegd? Mijn liefde toen nooit uitgelegd. Oei, oei, oei. Hé, beste wensen. Beste wensen. Hé, mijn maatje! Hoe is het met de kleine boef? Blij hij, hè? Ja, zeker. Blij hij, ja. Hij gaat meteen weer praten. Ja, hij praat steeds meer, hè? Dat is echt absurd. Hé! Hey, kleine boef, alles goed? Heeft Enzo een andere jas aan? Ik vind die leuk. Vind je die leuk? Ja. Jij vindt die ook. Vind je die leuk? Wil jij hem even aan? Ja. Hé, hey, maatje, ben je er ook? Ik heb een verrassing. Oh, heb je een verrassing? Ik ben Jolien! Oh! Ik kan heel hard. Ik kan heel hard. Kan die heel hard? Ja. Meen je niet, joh? Heel groot. Wel dik, hoor, die chandeer. En we hebben nog een kleine. Is zo. Ziet nou daar, even net ook daar net erin. Ja? Ja. Heb jij een keer in een vliegtuig gezeten? Ja. Vond je dat leuk? Jij was thuis. Ja, ik was jou zwaaien. Oh, was jij naar mij aan het zwaaien toen ik naar New York ging met Myron in het vliegtuig? Ja. Nee. Ben jij een ander vliegtuig? Oh, was dat ik in een ander vliegtuig? Even je haar laten borstelen door Milana. Oké, één grote gekkigheid. Moet ik komen? Ja. Oké, nou heel even dan, vooruit. Voor deze ene keer. Ik heb jouw verrassing maar in de kamer. Heb je een verrassing voor mij in de kamer? Ja. Echt? Laat het zien dan. Eerst bij jou. Hey, wat? Dat ben ik. Dit heb ik gedaan. Oh, wat leuk. Heb je mij gewoon in je kamer? Hé, ook dat petje erop. Ja? Kijk. Wat is er? Waarom? Wat is dat? Jij niet aan, jij deze aan. Ja, ik heb een racejas aan. Maar kijk, wat heb ik hieronder dan? Knoppen! En zo. Ja?
Oh mijn god, doe dat nog eens. Kijk dit. 1, 2. Maar ga, laat de verrassingen zien op jouw kamer. Ogen dicht. Ik heb jou wel mee. Oké. Okay. Ogen dicht, ik heb de ogen dicht. En zo ben ik even open. Ogen open? Ja. Ja? Ja. Wow. Allemaal Enzo Knol. Ja, ik moest mijn ogen open, dicht doen en verrassing. En zo, deze week voor de show gemaakt een brandweerauto. Oh, dat is super lief. Oh, dat heb je echt mooi gedaan. Je hebt hier zo de ladder. Is Luciano dat? Ja. En dit ben jij. Oh, met de bal. Nee, dat is de helm. Wat is dat? Oh, een helm. Oh, is dat een helm? Ja, wel geniaal hoor. Dat Luciano al die stickers van mij heeft. En Milana ook. En zo toe. En hij is afgebrookt. Afgebrookt? Nee. Ja, en zo. We hebben heel veel auto's. Heel veel. Nou, daar ging de rust. Ja, echt. En zo kijk, en zo kom. Wat is dit allemaal? En zo kijk. Enzo. Voor elke keer dat jullie Enzo zeggen, krijg ik een euro. Kijk. Wat doe je nou, gekkie? Ja, hij is kapot. Ik ga even naar beneden, goed? Kijk. Ja, dat is een sondeerplaatje. Hé, hey, trouwens. Pikachu. Hey, Pikachu. Nee! Daar hebben wij ooit een keertje op gezeten, op die met z'n tweeën, bij mij thuis. Ja. Toen gingen we gras maaien. Ik heb hem kapot gemaakt. Maar ik ga even naar beneden, goed? Ik ga ook mee. Ik ga ook mee. Laat eens zien hoe jij naar beneden gaat, Luciano, met je billen. En ik heb smaakt en zo wat. Altijd naar beneden gaan. Ongelooflijk. Nou, Maiwen zat even gezellig te spelen met de kinderen. Wat is er gebeurd? Enzo, ja, je moet mij een euro geven. Kijk hoeveel stukjes er van deze puzzel missen. Wie heeft deze laatste stukjes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waar dan? Ik heb deze opgegeten. Waar dan? Oh, daar valt ook een knikker uit zijn zak. Kijk, deze. Ik denk dat ze... Dat hij ermee heeft opgegeten. Oh, dat lijkt me niet echt handig. Kijk. Maar ja, dit is... Kijk, dat deed ik vroeger ook altijd. Dat is fijn, hè? Tussen de teen. Ja. Dat deed ik vroeger ook altijd. Moet ik dat ook doen? Luciano. Hier, kom maar. Luciano. Kijk, zit hier wat achter je oren, Luciano? Hier. Huh? Hier, kijk, Luciano. Probeer mij te pakken. Pak hem maar. Kijk, Enzo. Ja. Probeer mij te pakken. Wie hem pakt, krijgt een euro. Oké. Hey, niet kietelen! Hey, niet kietelen! Ah, ik hou mezelf groot, hè? Ah! Ik ben sterk. Ja, die krijg je echt niet, hoor. Weet je hoe sterk zo'n teenspier is? Dat is niet normaal. Kijk! Ja. Huh? Ik voelde geen eens dat hij eruit ging. Oei, joh. Nou, goed. Nou, deze kun je dus weggooien, deze puzzel? Nee! Ja. Jawel, want die puzzel is niet compleet. Wat ga je doen, Luciano? Ja, jou. Hij wil tenminste dat ik hem ertussen doe. Ja, hij zit ertussen. Ja, je hebt hem. Goed zo. Nog een keer. Ik heb er ook mijn ballen in. Druk hem maar tussen. Goed ertussen drukken. Ik moet een kleine heuvel. Probeer maar. Oh, schoenen uit. Moet de schoenen uit. Moet in de gang. Oh, schoenen moeten in de gang. Oh mijn god, wow, wat ben je netjes opgevoed. Kijk dan, hij brengt gewoon de schoenen naar de gang. Ja, probeer maar weer te pakken. Oh, je hebt hem. Wow, je hebt hem. Kijk, hier hebben we de knikkerbak. Nou, zoals jullie weten, dames en heren, hier zo bij Sjiet, dan op het begin als ik kom met Myron, dan is het altijd echt gekhuis en één groot kermisfestijn, omdat dan iedereen gewoon helemaal wieuw, wieuw, als sirenes in rondrennen. Maar als ik dan eenmaal gewoon even chill zit en ik ben even gaan praten met Bas, met Samantha, dan is iedereen wel een beetje rustig en dan zitten ze hier bijvoorbeeld rustig te puzzelen. Ik hoop dat deze puzzel wel compleet is. Deze is compleet, heb ik uit het zakje gehaald. Oh. Dan wist het 100% zeker. Dat is zo naar. Ja, deze heb ik van, die heb ik Milana gekregen van de kerst. Oh, dat is wel leuk. Ja, dat is een leuke Disney puzzel. Ja, we gaan straks het einde staan. Ja, is goed, ik ben benieuwd. Mijn haar moet weg. Wat ga je doen? Mijn haar moet weg. Moet je haren weg? Ja. Ga je naar kappen toe? Ja. Echt waar? Ja. Zal ik even doen? Nee. Even eraf knippen? Nee, een andere dag. Oh, andere. Oh, iemand anders moet dat doen. Ik ga zo weg.
vers opschrift. Je gaat niet de papa, alleen mama. Ja. Mee. Kijk. Oh. Ja, nee. Huh? Wat was dat? Ja. Kijk eens naar Bas. Kijk eens naar Bas. Ik heb ook een hier. Huh? Ja, nog een keer doen. Nog een keer doen? Kijk maar naar Bas. Hier. Kijk maar naar Hij Bas. Zit hier, ik heb hier ook een, ik hier zo. Huh? Ja, wat doen. Ik het doen? Hoe doe ik dat? Ja. Hoe doe ik dat toch, hè? Hoe kan dat? Hij is ook kermisklant. Ja. Zie je kleine Bassie steentje zitten, hoor. Komt u nog een keer. Kijk eens daar, bij Marvin achter. Huh? Wil je ook een keer doen? Ik ga nog in de kelder. Ja, we gaan zo naar de kelder. Je blaast hier eens op. Hier. Zijn mond aan mond. Nee, blazen. Nee, moet zo doen. Blazen. Hier, kijk, zal ik het je leren? Dan hou je hem zo en dan ga je blazen. Hey! Goed zo, high five. Ja, nu ben je blij, man. Goed, oké. Nu ben je blij. Hoor dit nog een keer. Wow, die was wel gevaarlijk, hoor. Hey. Hey, goed zo, jongen. Goed zo. Muzikant dus. Wow, ben je echt een muzikant? Pas op, ik ga je straks nog geld geven. Wow, die was mooi. En doe nu eens, weet je wat je ook kan doen? Bij deze kan je ook inademen, dus je kan ook... Ja, goed zo, hij deed hem in één keer. Dus als je ademt, dan kan je... Ja, en terug. Goed zo, en terug. Terugblazen. En weer terug. En dan... Dus blazen. En... Ja, hij doet hem. Ja, goed zo, ja! Dat kan niet, hoor. Ja, goed zo! Hij vindt het ook hoor. Leuk. Ja. En weer... Ja, goed zo, dat was hem! Nou, die ben ik blij, man. Ja, ik denk dat ik hem nog terug wil om het af te halen. Ik probeer over twee weken erin ik u nog tunen in. Het zal wel mooi zijn. Nou, sorry Samantha, maar dat ga je misschien wat vaker horen. Ja, laat hem denk ik bij oma liggen. Ongeluk bij oma vergeten straks. Goed zo, jongen. Even oefenen, hè? Concert. Oh, nou, Milana wil ook nog. Hij loopt al weg. We zijn hem weer kwijt. Nee. Ja. Jullie zijn hem niet kwijt. Helaas. Nee, jullie maken een grapje. Serieus? Hey, ik wist het. Jullie maakten gewoon een grapje. Hoppa. Hij is klaar. Hij is af. Leuk, hè? Ja, super nice. Puzzelen is echt wel leuk. Ook wel rustgevend. Klopt. Puzzelen is leuk. Kapot maken? Nee. Je gaat er nu even zo van genieten. Ja, je legt hem toch even een dag neer om te kijken. Nou, ik ben benieuwd hoe lang die goed blijft. Wat moet ik doen? Oh, moet ik zo weer terugkomen? Oh, nou, we mogen weg, maar dan moeten we wel weer terugkomen. Oké, tot straks. Nog een Enzo. Nog naar boven toe. Mijn bed laten zien. Ja, doe jou ja. Weer. Elke keer als ik hier kom, laat je je bed zien. Oké. Okay. Ja, hij is zo geniaal, Luciano. Oké, doei doeg. Bye bye. Nou, was wel eventjes gezellig. We waren met oud en nieuw waren we wat spulletjes vergeten. Dus we waren mijn jas vergeten onder andere. Dus die hebben we nu eventjes opgehaald. Ja, het is natuurlijk gewoon altijd leuk om hier even langs te komen. En ja, Luciano mist mij. Sinds oud en nieuw heeft Luciano het alleen nog maar over ik wil bij Enzo en Marvin slapen. Dat is echt bizar. Nooit heeft hij bij mensen geslapen of wat dan ook. Eén keer bij oma, maar toen wou hij weer snel naar huis. Ja, en nu zegt hij alleen maar ik wil bij Enzo slapen. Doei! Doei, maatje! Wow, dikke auto. Hallo, ja, zeker. Komt goed. Doei, doei. Zo, hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Zo, ik kwam wel graag keuze maken voor verschillende vloertjes. Ja, dat kan. Ik heb namelijk een nieuwe woning gekocht. Ja. En, je had het gezien inderdaad, ja. Bent u niet meneer Knol? Ja, ja. Nou, dan heb je vast wel genoeg geld, of niet? Dat is allemaal meenemen. Oh, dan moet je even knippen. Ja? We proberen het opnieuw. Oké. Maar je weet dat je... Wow, deze was zo goed. Je weet dat je met mij dit... Jij mooi. Je weet dat je met mij dit niet moet doen. Hallo. Goedemiddag. Wacht even.
Nee, je moet niet lachen, dan val ik flauw. Ik heb die helemaal niet goed gegeven. Ja. Ja, je ziet er wel een beetje magisch. Ja. Nu is het uit. Helaas, man. Ja, kom aan. Take 3. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Ik zag jullie op internet. Klopt. Oh, dat... Je adverteert op internet. Ja, wij konden alles live tracken inderdaad. Dus, Oké. Zijn we ook wel later aankwam. Ja, meen je. Oké. Goed. Ik wist trouwens niet dat je fan was van jezelf. Want je hebt ook jezelf daar... Precies, ja. Maar komt u in de clown net aan of komt u wat kopen? Oh ja, nee, ik wil eigenlijk wel wat kopen, ja. Oké. Ik zoek een nieuw vloer voor de woning. Oké. Of nou, eigenlijk niet voor de woning, maar voor het kiphok. Weet je dat vloer in het Engels vloer is? Meen je? Ja. Weet je dat? Nee, wist ik niet. Oké, dat is gewoon een feitje tussendoor. Oké, nou leuk om te weten. Algemene kennis belangrijk. Dus ja, ik zat te denken, zou ik een goedkope vloer doen? Of is alles goedkoop jullie? We zijn gewoon scherp geprijsd. We hebben de tarieven. Hij kan wel goed verkopen, denk ik. Wij leveren gewoon kwaliteit naar goede prijs, zeg maar. Dus prijskwaliteit ligt bij ons heel erg hoog. Staat hoog in het vaandel bij ons. Dus ik denk dat u bij ons bij het juiste adres bent, inderdaad. Oké, is goed. En nu vraag ik me af dat als je mij zo ziet staan, dat, wat denk je dat bij mij past? Ja, ik dacht eerst aan geel-rood, maar die hebben we helaas niet op voorraad. Oké. En waarom dacht je daar? Ik heb geen idee. Het is gewoon wat je. In één keer kwam dat helemaal op. Okay. Maar goed verhaal. Interessant. Ja, ik zat persoonlijk zelf te denken, ik weet niet, dit is natuurlijk mooi, want het geeft natuurlijk iets meer rust. Natuurlijk. Mm-hmm. Als je voor deze gaat, ga je iets meer voor de wat frissere, hè? Ja, een beetje mint. Ja, dan heb je wat ruimtelijker gevoel eigenlijk. Juist. Dit geeft toch iets meer warmte, zeg maar. Dus ja, het is maar net wat je vanzelf prettig vindt. Of je gaat voor de tussenweg natuurlijk. Oh, ja, maar daar zie ik u niet voor aan. Nee, ik ben geen grijze muis. Nee. Ik doe meestal het een of het ander en niet wat er tussenin zit. En de grijze muis zit er tussenin. Dus het wordt deze of dit? Ja, dus het wordt een van deze twee. En wat is nou het verschil qua prijs? Qua prijs ligt ze ongeveer op dezelfde prijs. Dus ze zijn wel voor op de muur. Okay. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Oh, ik kan niet op de grond liggen. Nou, jullie adverteren. Dat jullie vloer afkopen. Ja, maar dan moet je gewoon je huis 90 graden draaien. Daar kun je ook niks. Ik heb tranen in mijn ogen. Dat is jouw probleem. Oh mijn god. Dat is echt wel jouw probleem. Dat hebben wij niet mee te maken. Nee, is goed, duidelijk. Ja. Nee, toch wel steeds jammer dat geel rood er niet is. Helaas. Maar goed. Nee, misschien pre-order. Deze wil ik graag even wegleggen. Oké. Je doet het eigenlijk al, dus... Ja, klopt. Ja, en ik had verwacht dat jij het zou doen, maar je zit gewoon maar een beetje te leuk. Betaal je misschien met een potje... Ik kan op zich wel een deal aanbieden. Oké. Ik heb hier een pakje kaart. Oké. En we kunnen een deal maken. Ja. Die wil ik je voorstellen. Ik doe een kaarttruc. Ja. Als je weet hoe die werkt, dan koop ik het voor de prijs keer 2. Oké. Dus lijkt me een goede deal. Oh ja, maar als ik de truc doe en je weet niet hoe het werkt, dan neem ik dit treetje mee. Treetje nog wel? Ja, dit treetje. Oké. Ja, want het zijn 24 toch? Okay. Nou, het zijn iets minder. Oh, iets minder. Maar dan neem ik ze allebei mee. Ja, realistisch. Want de ondertierlingen begint al bijna. Dus. Oké. Nou, leg deze opzij en dan Dit is de prijs dus. Ja. Okay. Toch? Goed opletten. Okay. Ja, ik viel bijna gedaan. Dus. Goed opletten. Oké, komt ie. Hij doet het maar één keer. Ja? Mooi, je gaat me niet lijf rellen, want je weet het. Komt ie. Oké. Ja. Je mag de kaarten niet aanraken, je kan ze wel allemaal gewoon kiezen die je wil. Wat denkt u, ik moet natuurlijk wel vriendelijk blijven, wat denkt u dat een hart 3 is? Gewoon alleen aanwijzen, niet bewegen. Dat is een hartje met een 3 erbij. Dat is een hartje met een 3. Welke kaart van deze denkt u dat een hart 3 is? Wijs het aan. Ik zou toch, ik voel deze wel. Deze voel? Ja. Oké. Een hart 3 zegt u? Ja, zeker. Voel. Ongelooflijk. Een hart 3, onthoud het goed. Ja. Wat denkt u dat een schoppen heer is? Nee, dat is deze. Dat is deze? Ja. Een schoppen heer. Dus een hart 3 en schoppen... Ongelooflijk. Ja. Dan even kijken, goed gevoel bij... Ik pak een harte 8. Een harte 8. Dus dan hebben we 3 kaarten. Een harte 8, wat een schoppen heer. En een harte 3. Een harte 3. Precies. Dus nog één keer. Schoppen 8. Schoppen hart. Schoppen... Nee, harte 8. Harte 8. Harte 3. En een schoppen heer. Het is ongelooflijk. Weet je, wow, weet je hoe de truc werkt? Want als hij wist hoe de truc werkte, moest jij betalen keer 2. Ja, klopt, maar ik denk dat hij het niet weet. Dus ja, dat weet ik niet. Mee. Nou, zeg het maar, Sjaak. Ik heb geen flauw idee. Oh, nou, gefeliciteerd. Prettig met de zaak te doen. Dank u wel. Gaan we op factuur zetten wel? Of nee. Ik neem gewoon mag zo deze mee. Wel, hoor. Laten we ook gewoon niks online dit, zetten. Maar is dit hard 8, of niet? Ja, ongeveer. Oh, hij heeft er nog wat aan. Laten we het gewoon zo houden. Oh, maar je kan hier niet tegen. Ik verwacht wel de volgende keer dat in het assortiment geel-rood is. Oké. Okay. We kunnen hem even pre-orderen. Ja, graag. Ja. Graag, doe maar. Voor de internationale service. Ja, doe maar. Kunnen we regelen. Graag. Kan ik nog ergens een recensie achterlaten voor Ja, zeker. Op Google hebben we Google recensies. Zou leuk zijn als u 5 sterren achterlaat. Oké. Okay. Ja. En waarom niet 4? Omdat u gratis met een hele panelen ding naar huis loopt.
Okay. Door die gekke kaartentruc van je dus. Dat is goed. Nou, top. Okay. Nou. En waar kan ik zo'n knuffel van u kopen? Die zijn helaas exclusief. Ja. Oef. Ja, dit zijn de real life de poppencollectie. Wat moet ik doen om exclusief klant te worden? Gewoon leg je jezelf blijven. Oké. Okay. Dus, uiteindelijk is dat het belangrijkste. Oké, okay, dat is ook zo. Dan. Zal ik even laten zien hoe dit werkt? Doe maar. Ja? Ik weet niet of de rest allemaal op zit te wachten. We kunnen wel even... Ja, op de ramen. Nou kijk, dus, de strippen hou je eraf. Oh, anders dan laat jij het zien hoe het werkt. Oh ja, nee, dat kan ik wel even doen. Oké. Okay. Dat was een collega wel net gebeld gevallen. Oké, okay. Dat is weer een nieuwe klant. Dus druk op de zaken. Oké, okay. Ja, want het was niet voor de vloer, toch? Nee, het is voor de muur of het raam. Ja, oké. Okay. Of zullen we het op de... Of zullen we het op het raam doen? Of op het muur doen? Ik zie helemaal niks. Jawel, doe maar. Mag ik zou het maar. Dus niet doen, maar... Ik plak dat het raam op gaat. Maar normaal is het plak, tegen van die behang eraf, hè? Ja? Zo, is dat product... Maar de muur... Oh, wat een kwaliteit. Kost tijd. Doe hem op de muur, op de kast dan. Ja, maar het is mijn eerste dag hier. Ik word een beetje onzeker. Nou, je verkoopt als je er al 3 weken bent. Oké, nou plak hem maar op de kast. Dat mag van mij. Dan gaan we dat... Goed. Ja, doen we... Volgens mij... Doen we wel verticaal. Oké. Laten we ons even ons ding. Oké. Okay. Ik zou het wel waarderen als ik gewoon even mijn ding uit mag leggen. Ik zag op de website. Nou, bent u nou de verkoper of ben ik nou de verkoper? Nou, ik wil alleen u attenderen. Nee, maar ik vind u een beetje... Dit kan niet. Oh. Kijk, daar komt de eerste klant op. We hebben een heel druk schema. Dus... Nee, maar kijk, weet u wat het zit? Ik zag op de website dat je eerst, voordat je gaat plakken, moet boenen. En ik wil graag juist even helpen. Dus eerst altijd het plekje waar je gaat plakken, moet je boenen. Ah, ik vind u een hele merkwaardige klant. Zo? Nee, ik help u alleen maar. Nou. Oké, het is geboend. U kunt plakken, geloof ik nu. Nou, kijk, wat is mooi is, het is een heel... goed plaksysteem. En tevens is het ook nog een soort van isolatie, hè? Daar moet je ook gewoon over nadenken. Natuurlijk, het dempt. Oké. Het dempt. Ja, dat is fijn. Het is wel netjes strak plakken. Oh, vandaar dat jullie ook met jullie bedrijf bij de gedempte singles zitten. Precies. Ah, okay. Daarom. Kijk, het is belangrijk dat hij goed de hoekjes meepakt. Ja? Dat is belangrijk. Plakt hem gewoon. Zegt niet hutsie, hutsie, ho. Maar goed, een tikkie geven. Ja. En dan bent u weer klaar. Nou, hij dempt goed zo te doen. Ja, we moeten de binnenkant nog even doen, maar dat is een ander verhaal. Oké, oké. Dat vind je heel ander verhaal. Vrienden, bedankt. Ja, jij ook. En nou, leuk, die goocheltrucs. Ja, stop. Leuk. Ja, dat is nog steeds niet, maar goed. Fijne dag verder. Neem een pakket mee naar huis. Daarom, en tot volgende keer. Ik ga even een kopje koffie pakken en dan zie ik later. En dan gaat u maar oefenen. Daarom. Is goed. Precies. Fijne dag nog. Goed weekend. Dag. Yo. Oh, ik film er niet. Zoals ik al zei, dames en heren, Bas is net als ik alleen maar geouwe en gekkigheid en gewoon niet serieus kunnen zijn. En ook gewoon, oi. Maar het is wel een gezellige boel. Oké, we hebben even afspraken gehad, dus dat was hartstikke leuk. En we hebben beloofd aan Luciano, hè? Moesten zo terugkomen, dus we komen er aan. Ze zijn heel eventjes weg naar opa en oma. Althans, Milana en Virginio gaan erheen. Maar Luciano, mijn meisje, die komt straks terug samen met Samantha. Alleen Gio die is hier cake aan het bakken met een vriendje van hem. Dus wij dachten, we pakken even een spelletje uit de kast en we gaan lekker spelletjes. Dus... Hey, is hij daar? Niet kijken op mijn bordje. Nee. Oh, ik dacht dat Luciano was. Nee. Ik wou zeggen, maatje! Maatje! Ben jij teleurstelling, fijn. Ja. Ik dacht dat Luciano het was. Ik teleurstelling van zijn gezicht af. Hey, maar je bent net te laat, want we zijn... Ja, nee, maar ik had al gezegd, start maar. Ah, oké. Okay. Ja, even een potje rummikup aan het doen. En wat ik tegenkwam in de snoepla, want ja, ik moest toch even de snoepla induiken. Ik kwam serieus gewoon een hele zak strooigoed tegen. In januari. En dus even een potje Rummy Cup. En ik ben heel erg benieuwd. Want ik speel dus nu samen met Bas en Myron. Ja, maar jij doet altijd op het laatste moment. Als je je hele bord vol hebt en hun hebben nog 2 of 3. Dan ga jij pas uitleggen. En dat is gewoon onheerlijk. Nee, helemaal niet. Leg dat maar eens uit. Nee, komt goed. Oké, mag ik nu? Ja, ik ben. Oh. Hallo, je moet niet zo werken met me. Je kan niet weg. Gebeurt allemaal. Pepernoten, taart, tosti. Dat was het denk ik wel. Ja, dat is gewoon één grote feestbende. Oké, dames en heren. We gaan het bordje even een beetje opruimen. We leggen de 2 hierbij. Oké. Dan leggen we die cammy aanzet, dan vertrouw ik het dan niet. 12 hierbij. Dan hebben we heel erg veel geluk dat de 5 en de 6 daarachter kunnen. Want die heeft Bas net opgelegd. Dan moeten we die steeg geven nu, toch? Dan, die heeft Bas opgelegd en dan kan ik wel. Dan kunnen we de 2 en 3 pakken en dan kunnen we de 4 aanvassen. Hij gaat weer helemaal toveren. Man. Ik heb je nog? Ik heb nu nog 4 steentjes. Maar we kunnen de 6 hier nog doen. Oké, interessant. Dan hebben we nog 3 steentjes. Moet ik even goed kijken of we hier nog wat mee kunnen doen. Denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat dit het is. Oh, zeg nooit. Hij is helemaal aan het kijken, want ik vertrouw er niks van. Het is heel lang, hoor. Ja, het is een uur duur. Oké, ik kan verder niet. Jij bent Marvin. Nou, dames en heren. Ja! We zijn klaar met Rummy Cup. Weet je wat je nu gewonnen hebt? Althans, ik ben klaar met Rummy Cup.
Nee, dat was wel erg leuk. Bas maakt een hele flauwe. Nee, ik krijg een pepernoot. Ja, dat is je prijs. Kan iemand meer dan? Wat moet ik hier met godsnaam mee? Met die 5? Of nou, dan gaat hij even Hanske zappen. Nou, dat weet ik niet of dat kan. Nee, die heb ik dus zo. Ja. Die kon ik ook niet kwijt. Die 5 kan je niet kwijt. Nee, daarom heb je ook gewonnen. Ja, nee, dat weet ik niet. Dat vraag ik. Je hebt 6. Met die 6 of iets, hè? Daar, dus heb je nog 3 6'en. Met zwart, ja, met... Misschien als je heel veel gaat verschuiven. Ja, heel veel. Ja, maar het is Hans Kassandt. It get on. Ja, dit wordt wel een lastige, ja, die 5. Ja, lastig. Ja, hoog is in mijn... Maar nu heb je de beker gewonnen. Yes, welke beker? De Rummy Cup. De Rummy Cup beker. Ja, de Rummy Cup. De Rummy Cup. Letterlijk de Rummy Cup. Nee. Snap jij die, de Rummy Cup? Nee. Nee, zie je het? Rummy Cup. Oh. Oh. Maar een cup is toch een beker? Een cup is een cup. Ja, maar dat is wel een soort van voetbalcup. Ja, dus als jij de voetbalcup wint, dan is dat een beker. Ja, maar een cup kan van alles zijn. Voor heel veel is het centjes, maar... Voor sommige soep. Een cup soep. Sommigen maken het ook. Ja, we maken een paar make-up. Flauwe woordgrapjes. Sommigen horen een beetje down ervan. Up en down, kan wel alles zijn. Oh nee, beetje flauwe woordgrappen, maar komt erop neer, Rummikup was leuk. Weet je wat echt heel erg sick is? Shahid heeft nog best wel veel categorie 1 vuurwerk. Dus we gaan even wat afsteken in de tuin. Want ja, even opmaken. Knabbel, knabbel, knuisje. Wie zit er in dat huisje? Gast, wat is dat? Oh mijn god. Oh my god. Wee yo! Zo, Luciano is het flink smoken. Hotboxen. Hey Luciano! Hij zit te hotboxen. Wee yo, kijk dat hier! Oh mijn god. Oh. Kijk dan, kijk. Wow! Wow, wat ziek! Wee yo! Wow, dit is wel een hele lijpe hotbox dit. Oh mijn god. Holy moly. Oh, dit ziet er vet uit, hè? Ja, dit ziet er echt heel vet uit. Zo, kijk dat roken. Oh mijn god. Jeetje, kijk dit, hè, als ik dit doe. Zo. Oh my god. Het hele huis gewoon weg. Ja, ja. Dat is echt niet normaal. Goeie rookbom heb je. Ja joh. 5 minutes later. 5 minuten later. Kijk wat er nog uitkomt. Ik zou niet echt afvallen. Of je echt in de fik staat. Nee, hij is uit. Ik zal hem over neer gaan zetten, man. Wat is dat? Oh. Dat is ook weer een rookbom. Yo, kijk hoeveel die nog rookt. Kijk, oh, yo. Er komt er weer. Hij hoort hem nog. Oh, hij is nog steeds bezig. Ja. Oh mijn god, ze zijn echt lijperijk. Lijperijk. Ze zijn lijperijkbommen. En nu die bal in één keer, hè? Ja. Bas. Ja, alsjeblieft, geef hem aan Bas. Hoe heet je Bas? Bal. Geef hem aan Bas. Hij schiet die bal zo in, hoor. Let maar op. Zo, dit is niet normaal. Dit blijft maar doorgaan. Oh mijn god. Wat lijp, hè, die rookbom? Zo kijk ik. Wat? Is dit weer een nieuwe? Nee, het is hetzelfde gewoon. Een echte rookbom. Huh? Zo! Precies erin. Oi, oi, oi. Is dit weer zo'n rookbom? Ja, maar deze gaat wit. En ook best wel, hoor. Moeten we die ook niet erin doen? Ja. Zo, dit wordt wel vet, hoor. Kan dat gewoon erin? Ja, kan. We hebben het nog, hè? Nee, hopen dat je hem er niet uit hebt. Hoe is de deur er dicht, hoor? Oké, hier dan. Oh, dit is echt niet normaal, joh. Kijk hier. Wat? Ja, dat oh, joh. Normale mensen doen de Simpsons, zeg maar. Oh, ja. Oh. Oh, omdat die deur open staat. Zo, kijk dit dan. Vroeger deed dat de Simpsons in je huis zo dat vuurwerk afsteken. Ja, oi, oi, oi. En zo, doe de deur maar even open. Ja, doe de deur even. Oh. Oei, oei, oei. Kom maar, gooi, gooi, gooi. Even kijken wat dit is. Wow. Zo! Je zag echt een vuurbal, jongen! Even balgevoel krijgen. De prof laat het even zien, Bas. Ja, zie je? Ah, ik zeg one take. Oeh. Hij rookt nog steeds in oranje. Ja, ziek hè? Hop, raam eruit. Zie je? Iets meer naar links. Dan gaat hij en zijn knol.
Zal ik het ermee doen? Nou, dat is wel een moeilijke hoek. Oh. Ja, doe jij eens. Zal ik het doen? Misschien van de spellen. Oh, let's go, Bas. Let's go. Lekker hoor. Nice. Ja, op een of andere manier is het zo leuk om vanaf hier bal te trappen en dan gewoon raak te schieten. Dat je zegt van yes! Want op zich is het best wel een klein vakje, dus dat is wel knap. Gio heeft nog iets leuks. Categorie 1 vuurwerk. Oh, nee. Wow. Ik weet niet of Sjeet het leuk vindt dat... Moet je even... Ja, moet ik dat doen? Ja, we moeten niet op het gras doen, denk ik. Maar deze is wel echt vet, hoor. Dit zijn ook gewoon van die categorie 1 dingetjes. Ja. Oké, dames en heren. Zoals jullie zien, ik heb een klein dopje hier zo. En dan doe ik deze doe ik in dat dopje. En dan gaat waarschijnlijk dat dopje super hard ronddraaien. Oké, daar komt-ie. Ben benieuwd. Gaat niet helemaal goed. Oh, dopje staat in de fik. Oh, dopje staat in de fik. Oké, dat was niet helemaal de bedoeling. Dat ging niet helemaal goed. Ik denk dat we hem toch maar gewoon op de grond moeten leggen en moeten aansteken. Wow. Oh nee, op het gras. Nee. Zo, deze is echt heel vet. Let op. Een van de mooiste vind ik. Ik hou er echt helemaal niet van. Ja. Hij zegt, moet je kijken, hij zegt mooi, zegt hij. Ja. Hij zat op de bank binnen, ik zei, Bas, kom even kijken, deze is mooi. Nou, gaan we weer naar binnen. Ja, mooi. Ja, nee, dat nee, maar ik weet niet, vanaf kleins af aan vind ik dit allemaal zo mooi. Ook al moet ik zeggen, ik heb nu al een piep in mijn oren van deze, hoor. Maar, nee, joh. Oh. Ja, deze was wel erg heftig. Maar wel echt sick, hoor. Deze was echt vet. Zo, wii, zo omhoog. Ik mis vuurwerk. Die moet je eigenlijk nu wel doen, hè? Wat zei je? Die confetti moet je eigenlijk nu wel doen. Ja, we hebben nog zo'n confetti kanon, dus wel heel vet. Maar help jij mij heel graag? Ja, is goed. Het is nu wel mooi met dit weer. Ja, ik vind het goed. Echt zo. Nee, Bas, je moet nu echt even komen. Maaiwen, kom je ook kijken, schat? Ik kijk gewoon weer. Nee, je kan niet vanaf daar kijken, want je zit om de hoek. Je bent mijn lijf aan het rellen, ik weet niet wel. Nee. Kunnen we niet op de dinges voorzetten? Op de rand, dat is misschien beter, ja. Zet maar op de rand. Ja, deze is wel echt leuk. Deze heet ook gewoon confetti. Ja, dat klinkt ooit interessant. Ja, ja, het heet gewoon confetti. Ja, ja, lijf. Ja, meisje vertelt... Je hebt nu zo'n stalen gezicht, dus je weet al gewoon... Ja, dit is... Oh, hoor je dat? Ja, dat is zo irritant. Hij kan dat zelf doen, Shane. Je stel voor, ik doe alsof ik een babypeltje afsteek. Zo, hier zo. En dan moet één iemand moet zo op de zijkant, toch? Zo, bam! Heb je heel vaak als je zo'n... Die heel vaak achter elkaar... Die... Ja. Dat deed hij dus ook met oud en nieuw. Hè. Je zag mensen zo kijken. Wow, 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 wow. Nou, daar komt hij. Hey, gelukkig nieuwjaar. Ja, hey, gelukkig nieuwjaar. Beste mensen. Confetti. Kijk, altijd confetti. Die vind ik daar wel leuk. Ja, deze is mooi, hè? Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Je hoort verderop. Ja. En weet je wat het mooie is aan deze? Je hoort ook echt zeg maar van die harde plofjes. Zo bloef, trit, bloef, trit. Geniaal. Echt superleuk. Hij rolde. Nee, ik ga het niet nog een keer doen. Maar nu is het categorie 1 vuurwerk helemaal op. Dus dit was wel echt lachen. Ja. Dus leuk dat ze het nog even hebben gedaan. Ja. Voor mij ging die wel echt van poep. Leuk dat ze het nog hebben. Ja, panda. Wat heb je daar? Wat is dat? Panda. Hé, maar maatje, hoe blij ben je dat ik weer terug ben? Ben je blij? Ja. Ik heb een cadeautje voor je. Oh. Kan ik hier aanzitten? Of... Weet jij hoe dit werkt?
Ik weet niet hoe dat werkt. Weet je hoe dat moet? Ik heb geen idee. Weet je hoe dat werkt? Huh? Hoe doe je dat? Laat nog eens horen. Nee. Nee? Ik denk dat jij maar even met mij moet knuffelen of niet. Kom maar even maken. Oh. Zo. Zullen we even een gezellig samen een filmpje kijken? Harry Potter of zo. Ja. Of Sex in the City. Wat willen we samen kijken? Zullen we een leuk animatiefilmpje kijken? Paw Patrol. Wat zegt hij? Paw Patrol. Paw Patrol. Ja, vind ik ook heel leuk. En Paw Patrol daar. Ja, Paw Patrol daar. Ja. Ja, is ook niet te missen daar. Moet je afbediening hebben. Wat zeg je? Afstandsbediening hebben. Afstandsbediening hebben. Moet je even pakken? Ja. We gaan niet alleen Paw Patrol kijken, maar we gaan ook Paw Patrol spelen, of niet? Oh ja, dat is van Paw Patrol. Ja, kijk, dat zie je aan het logo hier. En ze daar je pot om maken. Nou, maar dat heb ik niet gedaan. Ja, ik wou dat ik gaan Maar heb jij dat gedaan? Ja. Oh. Zie je daaronder? Wat is daaronder? Een trein. Ja. Oh ja, er zit een trein. Kijk dan. Dat is Paw Patrol. Ik weet niet waarom, maar ik verlies alle stress als ik met jou praat, Luciano. Het is Thijs. Ja, hè? Want ik bedoel, je luistert nooit naar iets van wat ik zeg. Want je zit in je eigen wereld, net als nu. Maar je bent zo'n leuk, vrolijk jongetje. Ik weet het niet eens. Zo mooi. Wat weet je niet? Weet je niet. Dat is toch vuur? Ja. Ja, dat is voor de brandweer, toch? Ja, dat kan niet eraf. Oh, wel de boven. Zo mooi. En dan moet je net boven toe. De avond hier de dag. Dat moet niet. Nee, dat moet niet. Oh. Dat is echt mooi, want Luciano, dat hebben jullie vast wel gemerkt voor de mensen die langer al de vlogs kijken. Jullie merken echt dat Luciano al... Jullie merken echt dat Luciano al meer zinnetjes begint te praten. Het zijn niet meer echt woordjes, maar het zijn echt zinnen. En dat is echt heel erg leuk om die ontwikkeling mee te maken. Ja, jongen. Deze moet niet boven, want het leek toch beneden wel. Oké. Je moet je wel beneden. Hier staan, moet je iets uit. Waar heb je zin in? Ja. Waar zijn je? Pizza colzone. Ik heb dus geen idee. Luciano, kom eens kijken. Kom eens kijken, Luciano. Kijk dit. Zo. Luciano, die heeft even een dikke toeter aangestoken in het huisje. Is dat jouw huisje? Ja. Wat is dat? Wat is dat? Nee. Zo. Luciano, die heeft even een dikke toeter aangestoken in het huisje. Had je erbij willen zijn? Ja. Wat gebeurt daar met je huisje? Ze zit helemaal onder de rook, hè? Ze zijn zo open, jongen. Hier, ben jij ook? Hij vindt het helemaal mooi. Hij weet ook al heel goed hoe een telefoon werkt. Dat is echt niet normaal. Kijk, hier zit hij gewoon een story aan te klikken. Dat is echt niet normaal. Doe maar volgende. Kijk, het is echt zo... Daar heb ik net ook net de kop. Oh, pas op, geef mijn telefoon maar weer. Straks laat hij het vallen. Nou, gaan we Paw Patrol bekijken? Ja. Dit vindt Luciaan dus het leukste wat er is, hè? Paw Patrol. Ongelooflijk. Brandweer! Is het niet even verder aan? We zijn gewoon even lekker aan het koken voor jullie. Zo, en ze gewoon ineens kip aan het snijden. Dat heb ik nog nooit gezien. Mooi, hè? Ja, dat doe je goed. Dit keer liep hij achter mij aan met de boodschappen. Ja? Ja, ik zei al tegen Sheet. Ik zeg, Sheet moet me wel helpen, want ik doe nooit boodschappen. Dus als het goed verloopt, kort het jaar. Dat is maar goed. Ja, we zijn net naar de winkel gelopen. We hebben even boodschappen gedaan. Ja, tof het gaan hoor. We gaan lekker een wrap eten. Wat is dat? Dat is toch lekker? Wow. Leuk, hè? Ja, wel speed snijden met jou. Ja, dat gaat zo slow. Oh, die is warm. Er gebeurt zoveel ineens weer hier. Ja. Zo, dames en heren, het is gelukt. Al het eten staat op tafel. Ik denk dat Sheet en ik een mooie eetmaal op tafel hebben gezet. Zeker, tevreden hoor. En nu even lekker smikkelen. Heerlijk. Ben je niet gewend dit, hè, schatje? Nee. Ik doe dit thuis ook. Mooi, hè? Kom een keer op zoek. Ja. Ja, dat is in ieder geval wel lekker. Even lekker wrappies eten. Lekker komkommetje, hè? Love you. Love you. Als je naar bed gaat, I love you. Maar ook als ik wegga, dan zeg ik tegen jou, I love you. Nee? Artiesten. Doei, maatje.
Tot de volgende keer. Oké, dames en heren. Ik heb goed nieuws. Want dit is het laatste antibiotica tabletje wat ik moet innemen van mijn 7-daagse antibiotica reeks. Dus dat is wel heel erg prettig. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En mijn nek is nog wel steeds echt super stijf. En ja, kan amper bewegen. Heb ik het gevoel. Ik heb nog steeds wel echt het idee dat ik word tegengehouden, zeg maar. Maar het gaat wel de goede kant op. Want we zijn over de helft. Dus nog 9 dagen vanaf nu. En dan mogen de hechtingen eruit. Dus dat is wel echt iets waar ik me heel erg op verheug. Echt heel erg. Ja, en het ziet er nu al zo goed uit. Dus je gaat echt wel... Als ze er dan uitgaan, dan is het echt al bijna over. Ik denk serieus dat ik ga bellen om te vragen of ik eerder mag komen. Ja, want het zit echt al goed dicht. Nou, het zit best wel goed dicht. Alleen de reden waarom ik nu nog niet zo heel erg veel goed beweeg, is omdat die hechtpleisters zitten erop. En die trekken het strak. Ja. En soms voelt het als ik beweeg alsof ik die wond opentrek. Maar dat is dan dat ik zo'n pleister zeg maar wat aantrek, waardoor mijn huid wat meegaat. Dus dat is best wel, zit een beetje in mijn hoofd te irriteren de hele tijd. Maar wat ik dan zou doen, is dat je... want je hebt volgens mij die afspraak op donderdag staan volgende week, toch? De 13 januari. Ja, donderdag. En dat je dan maandag bijvoorbeeld heen gaat. Nog wel even een paar dagen. Ja, nog wel. Maar ik denk, bel gewoon op. Morgen denk ik, bel ik meteen even op. Van ja, het gaat echt supergoed. Kan ik misschien maandag komen. Dus dat is misschien wel een goeie. We hebben echt superveel Pokémon kaarten gekregen van Samantha. En dat is wel echt heel erg nice. Want die gaan we dan allemaal wel even sorteren. Ja. We hebben ondertussen echt al heel erg veel kaarten. Dus dat is echt nice. Dus die gaan we allemaal in dozen bewaren. En dan gaan we uiteindelijk daar een mooi project van maken. Dus dat wordt echt heel vet. Maar ja, het kost veel tijd, maar gewoon dit hele zakje zat weer vol. Ja, echt veel. En daar niet normaal van staan. Ja, het is echt bizar. Ja, het zijn alleen maar energiekaarten, maar het is wel leuk. Dus dat project gaat echt nog een keertje aankomen, maar dat duurt nog wel eventjes sowieso. En we hopen in de kortste keren weer even naar de nieuwe woning te gaan en jullie dan weer wat updates te geven over de nieuwe woning. Want ja, dat is natuurlijk ook iets wat natuurlijk blijft lopen. En achter de schermen gebeurt nog steeds het een en ander. Veel werk, veel tijd, maar ja... Januari tot juni zijn nog 6 maandjes. Ja, dan moet het af zijn. Ja, in januari gaan we sowieso beginnen met graven van de kelders. Dus dat is wel een mooi vooruitzicht. Zeker weten. Dus nou, dat gaan we natuurlijk weer laten zien. Oké, dames en heren. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken naar de vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik hoop dat ik heerlijk ga slapen, zodat ik morgen fris en fruitig ben. En weer een beetje minder last heb van mijn nek. Ik check jullie dan. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace.